Ik heb hier een klein beetje gerookte paling. Ik heb dat geplukt als een soort van rijten. We gaan daar een beetje zure room onder doen. Gaan we het eronder doen? Ga jij roeren, Pintje? Ja. Voorzichtig, hè? Niet te geweldig. Hè? Een beetje shallot onder doen. Lekker. Goed afgekruid of moet er nog iets bij? Nee. Is het goed? Ja. Voilà. Kijk eens. En dit? Dat is een flatbread, noemt papa dat. Flatbread. Dus we gaan dan eigenlijk is dat een soort krokante pizzabodem. Een koekje, ja. En we gaan een gerechtje maken dat we dan in het midden van tafel zetten. Of dat je individueel kunt eten en dat je dan zo een stukje van kunt snijden om te delen. Of dat je gewoon lekker egoïstisch zelf alleen volledig kunt opeten. Ja, ik ga. Wat we nu gaan doen, ik heb eigenlijk nog verschillende soorten viseitjes. Of soorten caviar, want dit kijkt. Kijk wat we hier voorbereid hebben. Ik heb dat al open gedaan. Wat is dat? Dat is een zee-egel. Zee-egel, dat is ook een soort eitjes, hè? Ja. Dus voilà, hè. We hebben hier samen met Pintje en Titus gemaakt. Dus de flatbread caviar explosion. Met gerookte oosterscheldepaling. Botarga van Noordzeetong. Zeeegel. En Royal Belgium caviar. Smakelijk.